Hallo mensen van het Nerf Test Team, ik ben Stan. Dat weten jullie al. Vorig filmpje had ik de Reckon CS6 gereviewd. Wat ik met mijn kan schieten. Hoe dat loop werkt. En dat soort dingen. Maar vandaag maak ik een video van hoe ik eruit zie in de Nerf Battle. Bijvoorbeeld een anti-battle, een elite battle. Vortex heb ik geen dingen van. En ik heb ook geen dingen van Dartek. Alleen van Elite en Struik. Dus beginnen we met Elite. De kogelriem. De kogelriem van de Elite is... We kunnen 24 kogels in. 6 in elke lading. En ook nog... Ja, 12 kogels in dit. Dan heb ik die meestal zo om. Gewoon zo. Letterlijk zo. Dan heb ik meestal ook nog de strong arm. En is het klaar? Nee. Die heb ik ook gereviewd in alleen met tekst. Sorry. Kan ik dit nog niet opnemen. En die heb ik dan meestal zo. Zo hier aan hangen. Gewoon zo hangen. Nee. En die gebruik ik als mijn Elite Jolt Legend. Die heb ik dan zo. Die heb ik dan gewoon zo. Dan schiet ik meestal gewoon om de beurt. Maar meestal schiet ik zo. Dat gebeurt heel vaak dat een en al kan vliegen. Maar dat maakt niet uit. Dan heb ik nog... even kijken. Dan is dit dan met de... Kijk, als je hiermee binnenloopt in een oorlog en je bent spion, valt niet op, hè. Valt heel erg op, juist. Maar als je met... de twee jolts binnenkomt, die heb je in je zak of zo, een trui erover of t-shirt. En dan loop je gewoon zo binnen, je wordt gezien en doet gewoon schietje. Die heb ik, dat was het eventjes. Maar nu komt het, ja wat net, dat was het elite, nu komt de airstrike. De kogelriem hetzelfde als de elite riem, alleen heeft hij ook nog, ja, is de elite riem iets dunner en minder zwaar, omdat die dunner is, denk ik. Die heb ik er meestal zo om, dan heb ik ook altijd de Reflex CS6 of zoiets. Die heb ik ook gereviewd in de vorige video. Daar schiet ik gewoon zo mee, bijvoorbeeld die heb ik in mijn zak zitten, maar die kan ik niet in mijn zak doen. Mijn zak is te klein, want daar passen net de jolts nog in. Dat is een stuk dunner. En dan heb ik ook nog de gewone Android CS6. Zonder niet modereren of zoiets is hij. Of gewoon zoals ik hem nog heb gekocht. Met de lading die leeg is, meestal. Ik heb net nog buiten gespeeld mee, dus... Kijk, die heb ik dan altijd gewoon zo. En sommige mensen denken dat je hem zo moet houden. Dat is toch zo. Alleen, dat ziet er heel raar uit en het is niet goed. Maar ja, je mag het zelf doen als je het wil. Ik heb hem altijd gewoon met de stok zo hier bij mijn schouder. Zo. Schiet ik een paar keer en zo. Deze kan je heel goed richten. Alleen hij schiet maar 10 meter of zoiets. Tenminste, mijn schiet maar 10 meter. En de jolts schiet al verder. Alles van Elite vind ik wel raar. De kleine dingen van Elite zijn goedkoper als de grote wapens van Anstrike, gewone Anstrike. Maar de Elite, die schieten verder en zijn goedkoper. Dat vind ik zelf wel raar. Maar wat vind jij zelf het fijnste schieten? Laat dat in de reacties achter. Als je dat wil. Dan
heb ik de riem gedaan, dat ben ik, ja, klaar met de video. Tot de volgende keer. See ya.